15-0 en een heel team of the year team om 20-0 te halen. Gaat dit ons lukken, is de vraag. Natuurlijk, met alle packs die in de winkel zijn gekomen, hebben we allemaal leenspelers gekregen. En dit is ons team. Wait, that's illegal. We hebben 9 team of the years en Ronaldo Lima team of the year icon en Mia Hamm team of the year icon. Je zou toch zeggen, daar hoor je best makkelijk mee 20-0 te halen. We gaan het in ieder geval meemaken. Als je achterlaat in de comment sectie in deze video hoeveel Team of the Year icons / Team of the Years ik deze week heb gepakt, maak je kans op 100 euro. Dus weet je het nou niet, check dan de vorige video's. En stel, ik pak er aan het einde van de Weekend League Rewards nog eentje in deze video, dan telt die natuurlijk ook mee. Je moet geabonneerd zijn, je moet de video's geliked hebben, allemaal deze week. En je moet commenten hoeveel Team of the Year / Team of the Year icons ik heb gepakt deze week. Succes! En we gaan beginnen. 15-0 dus. En we moeten gewoon 20-0 halen. Simpel. Yeah, let's go! Oké, en het eerste team waar we tegen gaan spelen is Courtois 93, Alaba, George Best Team of the Year icon, Ronaldo 91. En hij ziet natuurlijk nu mijn team. En ik denk dat hij er ongeveer zo bij zit. Nee, dat verdien ik niet. Oh, Team of the Year icon. Ronaldo Lima, ja, die is sterker, sneller dan Lucio. Dus die gaat de 16 in en die moet hij afmaken. Tuurlijk maakt hij die af. Bam! 1-0, R9, Ronaldo Lima. En nu vraag ik me dus altijd af bij dit soort goals. Zou de normale... Goed faal. Daar zit R9 natuurlijk tussen. Puteas, die lijkt me ook echt heel goed. Die heb ik nog niet gebruikt. Die geeft een heerlijke paas op Mia Hamm. Gaat de keeper voorbij. Leuk dat hij zijn keeper move, maar dat heeft natuurlijk geen nut. Als we gewoon eventjes afwachten en Mia Hamm die bal binnenschiet. Bruh. Oh, hier komt hij met geluk erlangs. Gaat hij die paas? Nee. Maar ik beweeg wel mijn keeper goed. En hij scoort hem alsnog uit de rebound. Oké. Heerlijk gedaan door Mia Hamm en heerlijk afgemaakt door Ronaldo Nazario de Lima. 95, Team of the Year icon, R9. Goeie goal. Oh nee. Weer zo'n rebound, nou zeg. Goeie bal, R9. Er staat alleen iemand in het midden, dus R9 biedt zich weer aan. En ja, weet je, gelijk vanaf de kick-off komen we weer met een antwoord. 4-2. Ik hoop dat ik nu even uit kan breiden naar 5-2 en dat hij gewoon lekker lieft. Joehoe. Ah, die keeper gaat helemaal in de andere hoek staan, weet je. Dan schieten wij hem naar de rechterhoek. En dan staan we 5-2 voor. En dan kunnen we denk ik wel stellen dat, dat we deze pot gaan winnen. A few moments later. Oké, we scoren de 7-2. Hij heeft weer op pauze gedrukt. Lijkt me dat hij nu dan eindelijk een keertje weggaat. Jazeker. De eerste race in deze video is binnen. 7-2 winst in deze eerste pot. En we gaan 16-0. Oké, dit is het volgende team waar we tegen moeten. 5-back. Oh, wat een paas, Lionel. Ja, en dan staat het 1-0. Derde minuut. R9, Ronaldo Lima is toch degene nog steeds. Je kan 1000 team of the years in je team hebben, maar R9 zal altijd degene zijn die het meeste blijft scoren. Want die is gewoon bizar goed. 2 seconds later. Ronaldo Lima, groen erin. 10e minuut, 2-0. Weer Ronaldo Lima. Het zou ook eens niet, hè. 2 seconds later. Groen. Hattrick van R9. Ronaldo Nazario. Mijn tegenstander klikt op pauze en het lijkt erop dat hij de bal uit gaat schieten. Jazeker. En dat betekent maar één ding. Normaal betekent dat maar één ding. Jazeker. Bam. Hij is weg. 17-0. 3 potten te gaan. Volgende pot. Pot nummer 18. Tegen dit team. Oeh. Wat een team. Hij heeft ook een vol team of the year, team op 2 spelers na. Oké, dit wordt een interessante pot. Nee, ik denk het niet. Ja, lekker. 18-0. 3 rage quits. Verrassend. Ene laatste pot tegen Van der Sar, Van Dijk. We komen tegen hele goede teams. Maar goed, ja, ik heb een heel team of the year team, dus mijn team is altijd beter. Ach man, houd toch je bek. Heerlijk gedaan, R9. Boom! 1-0. Heerlijke goal. Ja! Golazo! Een hele lelijke goal. Maar hij telt wel. Voorzet op Messi. Goeie aanname. Bam. Heerlijk. 3-0. Hij klikt op pauze. Wordt dit de 4e race van de video? Jazeker. 19-0. 1 potje nog voor 20-0. En ik moet tegen dit team met Alisson en... Ja, best wel een slecht team eigenlijk.
Messi wilde ik eigenlijk heen pasen, maar dat hoeft niet per se als Ronaldo Lima hem er ook gewoon in kan schieten. Vijfde minuut en we staan alweer op een 1-0 voorsprong. Ja, slecht verdedigd en ik krijg de 1-1 tegen. Nee, dit verdien ik niet. Dit vind ik ook wel heel ziek, ik krijg de 2-1 tegen. Oh. Oh, Karchawi, wat een heerlijke goal. 2-2. Gefocust. Nu door. Mia Hem moet hangen. Bam, jongen. Oh, dit is een grote fout van mijn tegenstander. Moet hangen. Groen. Rebound. Dit is echt heel lelijk, maar hij telt wel. 4-2. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dit is dan wel echt een mooie goal. 5-2. En we gaan deze pot natuurlijk gewoon winnen. En ik krijg een berichtje. Your life must be set. A few moments later. Oh, ho, ho, ho. 7-2. Finish him. Messi team of the year. Die sloopt hem nog even. Die trapt hem nog even de grond in. Oké, 20-0 is binnen. En we gaan nu de rewards openen. Oh, Noorwegen spits. Dit kan Haaland zijn. Dit kan Helaas, het is zijn kleine broertje. Braut Brunes. Oké, 85 keer 5. Let's go, blauw. Geen blauw. Portugees, Cam, dat is dan Bruno Fernandes. Wie zit er nog achter? Deze laatste minuut van de video viel mijn camera helaas uit. Maar in deze pack krijgen wij nog Benzema, Kimmich, Son en Martinez. Op zich geen slechte 85x5. Maar we hadden natuurlijk nog één pack over. En dat is de 87x2. Die we hier opentrekken. Zit een Kroaat in, een center mid. En dan is het natuurlijk niemand anders dan Luka Modric. We skippen de pack, want het is geen blauw. En Bruno Fernandes zit uiteraard alweer in deze pack. En ik zal via deze manier nog even de outro doen. Jongens, doe alsjeblieft dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan, want dan mis jij helemaal niks. Nogmaals, wil jij 100 euro winnen? Laat dan weten hoeveel Team of the Year icons ik deze week in alle video's bij elkaar heb gepakt. Like natuurlijk ook die andere video's. Ga even terug naar die video's en bekijk ze om natuurlijk tot het antwoord te komen. Abonneer op mijn kanaal. We zijn op weg richting de 130k. Waardeer ik heel erg. En natuurlijk hebben wij 20-0 gehaald tijdens deze Team of the Year Weekend League. Het was niet heel moeilijk, want ik heb met 11 Team of the Years gespeeld. Laat me ook zeker weten of jij al een Team of the Year hebt gepakt. En of jij die Team of the Year leenspelers ook gebruikt. En hoe goed jij ze vindt. Wie jouw favoriete kaart is. Laat het me weten. Nogmaals, doe dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan. En dan hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.